Ja, beste kijkers, ik ben op bezoek in de kleine Koolwijk, vlakbij het spoor. En ik heb een interview hier met Elise Uijen. Ja, waarom het interview is, dat ziet u zo. Voor de nieuwe nationale kampioene 2019 bij de nieuwelingenmeisjes, Elise Uijen. Ja, ik zeg, ik ben op bezoek in de kleine Koolwijk en bij Elise Uijen. Ja, Elise, je ziet er al prachtig uit en dan hebben we meteen de reden waarom we hier zijn. Hè? Want je hebt toch een sport die weinig jonge meiden doen. Vertel eens. Ja, klopt. Ik doe wielrennen en ik ben eind juni eigenlijk Nederlands kampioen tijdrijden geworden. Ja, dat is natuurlijk het voornaamste reden, Nederlands kampioen tijdrijden. Eerst even, hoe oud ben je? Waar zit je op school? Ik ben ook eind juni 16 geworden en ik zit op school in Ons bij het Maasland College. En ja, daar heb ik naar mijn zin. Ja, nou is wielrennen en vooral tijdrijden is hard trainen, maar Maasland College vergt ook tijd. Hoe los je dat op? Nou eigenlijk wel natuurlijk met plannen. En ja, gelukkig werkt school ook wel een beetje mee dat ik ooit mijn uren kan investeren om te gaan fietsen. Ja. Hoe lang doe je dit al, wielrennen? Lastige vraag. Weet ik niet precies, maar best wel een tijdje. Ik denk zo'n 4, 5 jaar of zo. Ja, trainen. Moet je in Schijndel trainen of kun je dat thuis? We hebben 2 keer in de week hebben we in Schijndel de clubtraining. En voor de rest moet je het natuurlijk gewoon thuis zelf doen. En wat moet ik aan denken? Hoeveel tijd ga je erin steken? Dat is eigenlijk per week wel verschillend. Sommige weken is dat juist meer als je meer in de opbouw zit. En nu heb ik even een paar weken rustig eraan gedaan. Gewoon omdat ik dan natuurlijk het NK had gehad. En er zit eigenlijk wel een heel groot verschil in. Ja. Ja, dan ga je op een gegeven moment wielrennen. En de meesten die rijden achter elkaar in een wegwedstrijd, noem ik het maar. Dan ga je nog die in het veld gaan en zo. Maar waarom nou juist tijdrijden? Ik heb het altijd leuk gevonden, omdat het ook heel eerlijk is en de beste die wint. En dan heb je natuurlijk ook nog de andere dingen waar je natuurlijk mee bezig bent met de details en de aerodynamica en allemaal dat soort dingen. Die details ervan, dat vind ik ook gewoon heel leuk om ermee bezig te zijn. En daarom vind ik het eigenlijk leuk. Ja, prima. Dan ga je trainen. Word je daarop ingesteld dat je dus je aerodynamische bewegingen moet maken of dat je tijden moet halen? Wat moet ik me voorstellen? We hebben nu met de wielervereniging Schijndel hebben ze eigenlijk sinds 2 jaar training op de woensdag. En dus er zijn nog een derde training daarnaast. En daar doen ze dan ons echt specifieke tijdrittraining geven. En daar worden eigenlijk op die dingen gelet die ik net heb verteld. Ja. Dat je ook vlak blijft rijden en allemaal dat soort dingen. En daar was ik natuurlijk heel blij mee. Want dat maakt de prestatie natuurlijk wel beter. Omdat je die voorbereidingen niet treft. Ja. Een horloge liegt niet. Zie je vooruitgang? Oh ja, natuurlijk. Ja, ja het gaat nog steeds elke keer beter. En dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Ja. Nou, dan vinden wij het natuurlijk leuk om jou even te zien fietsen. En ik stel voor dat we naar de zijweg gaan. Dat je even laat zien hoe het gaat. Is goed. Oké. Okay. Ja, als je tijdwielrenster bent, dan wil je natuurlijk ook beelden van zien. En hier komt Elise aan. Ze heeft al getraind en dan komt ze bij ons voorbij. En ja, je ziet, het is net Dumoulin, ze zit zo stil als wat en dat is belangrijk. Aerodynamische houding. Een hele andere vraag, maar de pech had dat ik overal waar ik rond fiets, zie ik bij de velden dat ze de zijkanten omploegen. Is dat ergens? Is dat er een onkruid verder komt? Ja, we hebben net Elise een stukje training zien doen. En we zitten nu hier weer bij het huis in de kleine Koolwijk. Één ding valt me natuurlijk onmiddellijk op. Ik dacht altijd dat je een soort gympies aan had, maar het lijken wel hockeyschoenen met noppen. Het zijn eigenlijk wielerschoenen en natuurlijk zit er onder een plaatje dat je in kan klikken op je pedaal. Dus kan je extra kracht zetten en ik weet niet meer hoe dat het zonder moet eigenlijk. Maar dan kan je niet uitschieten. Nee, dat is, tenzij het kapot is, maar dat is meestal niet. Het kan er niet uit. Alleen, je kunt het alleen op een bepaalde manier uitklikken, maar voor de rest. Als je nou onderweg te vallen komt door een gat in de weg of zo, dat kan natuurlijk. Hè.
dan ben je de pineut, want die krijg je benen niet meer snel uit. Ja, meestal als je valt, dan klikt het eigenlijk automatisch uit. Omdat je dan toch wel automatisch de beweging maakt van het uitklikken. Maar dus het zal er niet echt in blijven hangen, maar ja, het is natuurlijk wel, blijft wel vastzitten. Ja. Dat is gewoon zo. Ja, je breekt dus makkelijker wat als dat je niet vast zat. Ja, maar het is ook je hebt er ook voordelen aan. Dat je juist extra, je hebt gewoon veel meer controle met die klikpedalen. Dus ja. Misschien door die controle dat je weer minder snel valt. Dus dit is eigenlijk een lastige vraag. Daar gaan we maar even uit. Ja, dan hier naast ons hangt een hele rij shirtjes. En ik dacht eerst, dat zullen reclames zijn. Nee, je moet ze verdienen, hè? Ja, dat is zeker. Ik heb dan nu eind mei en heb ik eigenlijk een aantal meerdaagse gereden. Dus dat is eigenlijk meer dagen achter elkaar. En dan heb je verschillende klassementen. Je krijgt bijvoorbeeld punten als je als eerste bovenop een bergje komt. Of als eerste een sprintje wint. En dat ging dan over 3 dagen. En daarmee kun je dan uiteindelijk, wie de meeste punten heeft, die wint eigenlijk zo'n truitje. En die heb ik natuurlijk een paar kunnen verdienen. Ja, het is een beetje als in de Tour de France, hè? Op wat kleiner niveau. Je kunt punten verdienen en dingen. En dan heb je per categorie, het is bergen, sprinten enzovoort, kun je een trui winnen. Ja, dat klopt. Je hebt dan verschillende heuveltjes en er wordt dan van tevoren aangegeven waar dan de sprints zijn. En ja, dan kun je zelf bepalen of dat je meedoet. Ja. Het werkt eigenlijk hetzelfde als op televisie. Ja, wat je nu aan hebt, dat is natuurlijk de meest belangrijke trui, hè, die krijg je omdat je Nederlands kampioen geworden bent. Ja, dat klopt. En daar hoort een medaille bij en die hebben we daar hangen. Die moeten we even omdoen, want die hoort hierbij. Hè. Ja, even in voor- en naast zien. Dat zei ik al gevonden hebben. Oké, dan ga ik even naar de medaille toe. Mag wel even, hè? Ja. En ik lees hem voor. Koninklijke Nederlandse Wielrenunie. En met een leeuw met een zwaard en 7 pijlen. Dat kennen we natuurlijk. En aan de achterkant natuurlijk kampioenschap van Nederland. Tijdrijden, nieuwelingmeisjes 2019. Ja, dat is natuurlijk sowieso een felicitatie waard. Maar nu gaan we door, we hebben het al even over gehad. Volgend jaar grotere categorie, grotere wedstrijden. Hoop je dan weer kampioen te worden? Ja, de hoop is er zeker, maar het is een beetje lastig te zeggen natuurlijk. Want ik weet niet zelf niet hoe groot de groei ik doormaak van de winter. En de tegenstand ook niet. En daar ga ik natuurlijk gewoon mijn best voor doen. Maar de doelen voor volgend jaar heb ik nog niet opgesteld. Maar het zal zeker wel een doel van zijn om daar hoog te eindigen. Je hebt een trainingsopbouw natuurlijk, hè? En dan komen we op een gegeven moment komt er op een hoogtepunt. Dan in de verte komt er een wedstrijd en dan kennen jullie een tapering of? Ja, bij ons noemen ze dat eigenlijk dan supercompensatie. Dat is eigenlijk, je traint eigenlijk gewoon de hele tijd door naar een soort van hoogtepunt. En dan net eigenlijk een tijdje voor de wedstrijd zorg je eigenlijk voor die rust. Dat je eigenlijk niet al te veel meer fietst. En dat zorgt eigenlijk dat de prestatie nog iets beter kan worden. En dat doen wij ook, ja. Ja, tijdrijden hebben we het uitgebreid over gehad, maar ga je ook het veld in of alleen maar de weg? Sowieso in het wegseizoen doe ik alleen op de weg. En vorig jaar heb ik blessure gehad aan mijn knie, dus toen heb ik niet aan veldrijden gedaan. En voor dit seizoen is het nog niet helemaal duidelijk, ligt eraan hoe dat ik me voel. Maar het is nog niet duidelijk, ik ben eigenlijk nog vooral bezig met dit wegseizoen nou. Ja. Ja, we hebben al eerder naam Marjan Vos laten vallen, ook al door een interview in een krant. Die veelzijdigheid die ze heeft, die zie je maar weinig aan dames wielrennen. Hang je daar wel een beetje tegenaan? Dat is natuurlijk heel lastig te zeggen. Wat Marjan Vos heeft gedaan, dat is natuurlijk... Ja, ik bedoel niet al die kampioenschappen die ze gehaald heeft, maar het feit dat ze een heleboel disciplines aan kan met hetzelfde lichaam. Ja, ik vind op zich denk ik zelf dat ik wel tot veel kan op dit moment. Dat ik het veldrijden, daar heb ik eigenlijk altijd met veel plezier gedaan. En het wegwielrennen, daar gaat ook eigenlijk hartstikke goed. En ook klimmen en op vlakke rondjes rijden, daar vind ik ook allemaal leuk. En dat is eigenlijk op onze leeftijd ook nog wel het belangrijkste, dat je het ook allemaal leuk vindt. Ja, dat is heel belangrijk. Dat is belangrijk. Maar ik vind het zeker allemaal, al die verschillende disciplines, daar vind ik juist ook wel leuk. Dat houdt ook wel een beetje de verandering erin. Ja. Ja, nu hebben we er al over gesproken dat je jammer genoeg steeds ver hier van je achterban weg bent. Hè? Maar als ze jou willen volgen, er is vast een website waar dat op staat. Vertel eens. Er staat eigenlijk op de website van Wielenvereniging Schijndel. Er staat eigenlijk alle informatie op en ook alles eigenlijk vanaf de leden van 7 jaar tot de oudste eigenlijk die meedoen. Er staat eigenlijk alle informatie ook op en daar kan je eigenlijk alles op vinden. Elise, bedankt voor het interview.
Heel veel succes. Ja, dankjewel. En we komen graag terug als je nog met een nog grotere medaille hier staat. Ja, dat hoop ik ook. Af, ja, nee, dat is goed. Oké. Ja. Hey, tot ziens. Ja. Hier het geweldige applaus, een overdovend applaus voor Lise Aijer, voor Mirk Kraven en voor Nieke Veenhoven. De nummers 1, 2 en 3, goud, zilver en brons vandaag.